Het WK waar wij hopelijk dit jaar wel van Spanje gaan winnen. We gaan er natuurlijk vanuit. En vandaag wordt een legendarische dag. Het is namelijk de eerste officiële WK-wedstrijd hier in Utopia. Daar. Uiteraard hebben wij een rijk gevulde avond voor jullie. Wij hebben in de pauze uiteraard een leuke optreden. En we hopen natuurlijk dat het resultaat het allerbest gaat worden. Ah joh, boeien. Hey jongens, veel kijkplezier en ik zou zeggen, zing gezellig mee straks. Proost! Dat gaat het goed! Ja. Wat wou je zeggen? Nou, ik ben op de hoogte van heel veel handtekeningen. Alleen die van mij niet. Ik heb die van jou ook nog niet. Even Isabella van Nicolientje. Heb je ook een stift? Nee, maar jij hebt een pen in je hand. Ja, ik wil best met een pen. Kan dat toch mee doen, hoor niet? Waar moet die? Waar je wil, op een t-shirt ergens. Ja. Ja, nog even een rondje. Ja, ik zie hem. Mijn vrouw Nederland al eens, mijn vrouw Spanje al eens. Hij is 42 jaar, komt uit de broeder van
dat is... Die met dat shirt nummer 19 ook twee keer voor Brazilië speelde, maar in verschillende wedstrijden. Waardoor hij nog de overstap kon maken. Dat was in maart 2013. Dat is een jaar geleden. De Costa voor Brazilië uitkwam. Met twee verschillende duels. Als invaller. Toen viel hij af voor de wedstrijden op de Confederations Cup. En toen volgde de switch. Robben. Daar heeft Van Persie die afsnijder afgelopen. Sander van de zin afsnijder. Busquets. Klap op. Iniesta, de man van de goal. In de Soccer City. De trap van Piqué richting Costa. Ziet er angstaanjagend uit, Diego Costa. Groeide op in wijken waar hij niet tot opgroeit. Waar je er eerst op loslaat en dan, als het niet meer nodig is, naar argumenten gaat luisteren. Zo is hij opgegroeid, zo was hij ook in het begin op het Spaanse voetbalveld. Een onaangepaste. Maar ik voel me echt niet. Martinsen. Costa probeert daar de Lothia van Sirse. Ziet de scheidsrechter hier een overtreding? Nee. De Jong. De Jong. Rood. Dit. Naast de Jong. Deze dit. Zoals van Profibars. Daar heeft de Daniel zelf een doel aan, dat is anders. Hij heeft een doel aan de Busquets. Dat gaat er wel zo kiep. Vanaf zo wat. Ramos. Hij valt terug van Alba. Goeie ingrijp. Van de Vrij. Delosje werd de wereldkampioen en Europees kampioen met Spanje. De Europese titel van 2008, daaraan had hij de geen bijdrage. Het is nu zo, ook heb ik indruk, maar het heeft er voor flink geprins. Het komt in het gaten lezen in deze stad. Het is winter hier. Xavi Jongens, Aaron Silva, Xavi. Costa geeft aan waar die bal wil hebben, maar die is aan hem niet besteed. Frank was op zijn hoede. En dat zullen ze even moeten zijn met Costa. Waarvan het toch de vraag is of hij nou zo past, Diego Costa, in het tegentechnisch voetbal met de Spanjaarden met zoveel spelers van Barcelona in het afgelopen jaar. Het is als Costa's derde optreden in het Spaanse nationale team. En in de eerdere twee wedstrijden klikte dat niet echt. Tussen Iniesta's en de Xavi's en Costa. Hier is hier nogal uitgevallen, omdat de Braziliaanse deel van de publiek het zin in hebben verlaten. Maar daar is Costa op de voorbereid. Alles. Jorioba. Diepe bal de helft. Iniesta. Xavi. Xavi. Verlaat.
keer dus door Ikoya Rizzoli. Robin, hij is fit. Hoe anders was dat 4 jaar geleden? Door allerlei toppen naar eigen klas moest komen om een fit te krijgen in de loop van het toernooi. Thijs op de bekend gaan zijn. Hoe fit is Van Persie? Dat is wel een serieuze vraag die je moet stellen. Lies blessure had hij vorig jaar en net zit hij uit het. Het is weer prachtig. Speelde hij 99 minuten vol in de oefencampagne. Stond voor de laatste 90 minuten in het veld in de Champions League wedstrijd van Manchester United en hij heeft gescoord. De Olympia Kos, maar toen hij een schoen krijgt. Hij heeft een schoen op die hij ook nog steeds aan kant speelt. Alonso, Piqué. In de eerste 10 minuten een droomstart, een droombegin kunnen zijn. Echt. Geeft het allicht het vertrouwen dat zo'n kans nog een keer kan ontstaan? Ja, ja, zeker. Of was dit die ene kans? Die had het kwijt. Brint is de bal kwijt. Ik ben helemaal geen fan binnen de lijnen. Ik ben geen goed verdedigend werk van Azpilicueta. Hij is wel voetballer van het jaar, maar ik vind hij moet nog dat van Busquets. Alba, ik denk dat wij nog Iniesta. Niet waren voor dit WK, maar goed. Zou Spanje geschrokken zijn van het gemak waarmee daar de loper uitging voor Wesley Sneijder. En krijg je die kans nog een keer te zien. Ja. En terug weggelopen. Kijk. Daar houdt hij even in. En moet hij eigenlijk van te ver. Zijn kans op wagen en steekt Casillas nu geen teen uit, dan maar ben je een vinger. Dan ben je is het weer goed genoeg. Ja. Kijk, als het 1-1 wordt, oké, maar dan is het moeilijk. Casillas staat op de drempel van een legendarisch record in deze wedstrijd. Houdt hij in elk geval 85 minuten zijn doel schoon. Dan neemt hij een record over van Walter Senga, de Italiaanse keeper. 517 minuten achter elkaar op de WK zijn doel schoon hield. En daar deed Casillas net wel weer de nodige moeite voor om dat doel schoon te houden, zoals hem dat vaak lukt. Iniesta. Ruimte aan de linkerkant van Alba. Iniesta van afstand. Hij heeft wel een afstandsschot. Die moet je ook in de gaten houden. Tot zijn beschikking. Waarmee hij ook geregeld het doel treft. Wij kennen hem vooral van die ene goal. Ik ken die hele keeper niet. Die ene goal die hem legendarisch maakt. Tot ver na zijn dood. Ja, maar ik wist het eerst wel. Nee. Voor altijd dus. Voor de eeuwigheid zo'n goal. Maar hij schiet er ook met gemak van 20 meter in. Als die kans wordt gewonnen. Zo'n balvis hier. Misverstand tussen Jammaat en de Guzman. Gladgestreken door Jammaat, maar toch meteen alweer het balvis. Xabi Alonso.
bereikt Costa niet. Vlaar onderschept. Blind kan de rest doen. Aspilicueta. Dan is daar nu opeens Iniesta weer aan de rechterkant. Heel simpel, hoppa. Ja. Nou, wat doen we eens vandaag hier? Ja, van Silva naar links verhuisd. Aspilicueta, de rechtsback, nu als een soort rechtsbuiten. Costa. En Alba Boemboe, hier Aspilicueta. Ja. Oh, hoor. Oh. Ik snap ook niet. Dat is een hele kortje zo wordt uitgefloten. Te verdommen door Martins Indy. Nederland met elf man op de eigen helft. Ik snap hem wel. Jan maakt vrij het in. We hebben andere, bal bezit Spanje. Andere opstellingen. Silva. Veel Nederlands Charlie. Publiek hoor. Weer wordt Costa niet bereikt. Kijk maar, alle Nederland. Jezus, zijn allemaal ook. Kijk maar, ja, vind je dat nou echt leuk? Ik wist dat je echt zo... Eigenlijk zo een diepe spits, die Costa, die... bij Barcelona gedoemd zou zijn te mislukken. Zo voetballen. Ibrahimovic, dat past ook niet bij Barcelona. Nee. Costa viel natuurlijk goed in de pul bij Atletico Madrid. Zit maar aan, dat is ook niet altijd zo trouwens. Nou, en vanaf over gedaan. Costa te worden wie hij nu is. Druk naar voren gezet door Xavi en de jaag hier ook van Silva. De bal bezit van de Spanjaard en de coach van Costa. En dat zijn kansen die je mij niet moet geven. Vlaar maakt er nog het beste van. Vlaar zijn geprezen. En dan draait Vlaar zich om en dan schreeuwt hij het even van zich af. En want dit is wat je in de tennis zou noemen een onnodige fout. Jordi Alba. Costa. Heel goed, hè? Dat was zijn eerste kans. Dat was een tekening. En volgens een nieuwe vader. Robert Vitaert. Raos. Okay. Het is voor het eerst op de reden dat de raam van Kees samen spelen in het laatste centrum. Eindelijk was in de afgelopen toegangspartij met name de Martinez in vaste waarde in het laatste centrum. Speelde hij de hele keer met Kees en ook met Kees en Alas. Ik kan het best zijn dat het heel rustig is. Van zijn belangrijkste is wat rust op moet geven. Want het seizoen van de meeste Spanjaarden is lang en warm geweest. Hij miste dan de Champions League finale, maar later wel een schuld op nog. Ja, maar G zegt dat het er gewoon aan ligt dat, dat ze hebben lopen schudden. Zo erg niet. Dat bier komt er met zo'n snelheid uit, dat kan maar. Kan het dan, joh. Het zijn de schermutselingen die van deze rond kunnen leiden.
Ja. Ja, doe ik. En daar is het nieuwe voetbal. Dankjewel. Alsjeblieft. Van Nederlands. Dit was het toch? Ja, dankjewel. Yes. Tja, door jou maar. De linksback zie je daar als je in het buiten al hebben staan. Ver naar voren. Die slaat van rechts. Dat doe je niet van Nederland nog niet. Brengt hier naar Van Persie. Die de opwisseling brengt. Niet fluit, maar hij ziet hier en hij fluit bijvoorbeeld op je gelijk. Kieke. Voorzet. Costa in de spits. Silva en naast de komt. En als Silva wegtrekt van de... Die rechterkant, dan is daar de ruimte voor als Piqueta, zoals aan de linkerkant steeds ruimte is. Voor Jordi Alba. Markinson. Hij is op Jong. Zullen ze misleiden even Diego Costa. Maar zijn trap bleef nog overliezen. Van de Spanjaard in dit. Iniesta. Silva. Goed om de rond te en dan wil Robbie wel de velden in de voeten krijgen hier. Hiervan kun je niet wachten dat Robbie dat eraan gaat. Zo vast. Alba. Xavi Alonso. Xavi. Ik
druk van de Spanjaarden. Nederland in eigen groep, dicht bij elkaar, toe op de bal. Ingegeven door Marcusie. Kijk. Wat zeg je? Was jij al binnen? Nee, hoe bedoel je, was jij al binnen? Nee, waar ben je van? Of ik kom zingen. Ik ben gewoon een bezoeker. Oh, sorry. Ik zie nou jouw dingetje. Hi. Hoi. Nee, we zijn beveiliging, dus ik denk, komt die vandaan? Maar snap. Hebben we beveiliging tegenwoordig? Ja, dat was vorige keer al wel. Ja? Oh, daar heb ik er niks van gemerkt. Nee, ik geloof ook. Kijk. Je hebt geen veetje? Ja, je hebt wel een veetje. Een heel leuk veetje trouwens. Hoi. Hoe is het? Goed. Goed, leuk dat je bent weer. Hij komt weer. Hi, ik ben Wout. Ik, goedendag. Helemaal top man. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Ja. Ja, cool. Super man. Wat heb jij nodig? Jou? Ja, mij. Ja, ben ik er niet voor niks. Dat wordt wel heb jij een MP3'tje? Heb jij een CD'tje? MD? MD'tje heb je mee. Oké. Want we kunnen, ik zou even checken, stil of ik vind dat wel lekker, hebben we dat gehad. En dan pauze. Want het is alleen pauze voor een kwartiertje. Ja. En daarna kijk ik dan de tweede drie kwartier voetballen, dan zet ik mijn tweede set wel weg. Oh, je hebt twee MD'tjes? Zullen 3-2 nu eventjes. Ja. Oké. Okay. En duidelijk. Ik heb een lage stem, vol erop. Je hebt een beetje vol tussendoor dat ik eventueel... Nou, wat we moeten doen is dat we op het moment dat het fluitsignaal wordt gegeven, hè, rust. Sivalandia, meteen erin. Meteen, hup. Duidelijk. Want dan krijg je natuurlijk meteen dat je natuurlijk die, hè, of niet? Ja, nee, prima. Ja. Mees? Meteen door, is goed. En dan, ja, dan alleen als je deze twee eventjes in tijd. Dan gaan we die vier doen. Ja, maar dat lullen we bij elkaar. Dan ga ik hem nog alvast even in en zorg dat alles werkt. En dan, heb je in-ear bij je? Ja, ik heb een in-eartje. Waar heb je de speakers staan? Je hebt ze vrij... Nee, die kant op. Hij staat op het podium, is het idee. Dus mensen moeten een beetje omdraaien. Ik ga zonder in-ear. Zonder in-ear? Ja. Helemaal prima. Gewoon lekker hard zetten. Wat je lekker wil, ik kan zeggen, ik doe één oortje met alleen een beetje... Hoi jongen. Hoe is het Ron? Alles goed? Goed. Ja. Goed? Ik ben er weer. Ja, mooi zo. Je hebt net daar rechts anders gezeten, hè? Ja, ik had rechts anders wel treden in Blaricum, hoor. Dat is in de buurt, maar... Dus ik kom hier de pauze en dan het einde even lekker. Nou, het laatste nummertje doen wij dan, of... Goed. Heb je Frankie bij je? Ja. Nou, ik heb geen Frank, maar ik heb wel Elvis. Is dat... Elvis is aan het einde. Gaat hij wat sneller lopen, dus bij die einde zeg maar... For what is a man, what has he got? Dan gaat hij iets sneller lopen, ietsjes. En I did it my way for na 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 na. Nog een keer, I did it my way. Gaat even sneller. Oh. En Frank Sinatra die zingt hem weg. Ik doe meestal aan het einde de hals. Doe ik I did it my way. Ja, maar die way, die trek ik heel lang. Totdat er dan komt van, aan het einde zegt hij dan een keer my way. Ja, dat is, die zit er niet op. Oké. Maar voor de rest is het wel redelijk wel... We zien het wel. Je roept me maar op podium en dan zien we wel. Dus geef eens maar biertjes. Kom maar goed. Jij hebt wel vaker artiesten gedaan, neem ik aan? Ja, zeker. Nou ja, ik heb een beetje, als ik nou zeg René Vroeger. Weet je dan een klein beetje wat mijn klank van mijn stem is? Ja. Ja, heel, ik een beetje galm erbij mag ook wel, toch? Ja, hoor, een beetje galm en gewoon, en ik wil, kijk, omdat ik zonder oortjes ga, gewoon goed lekker mijn stem op de speaker zetten. Ja. Ik geef zelf wel aan of die lager moet, maar volgens mij zit het wel gelijk goed. Ja. Want ik sta liever zonder oortjes, want ze staan naast me. Dus ja, ik ga een beetje lekker op en... Je kaartje achter
Als goed? Ja. Ja? Met jou ook. Druk, 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 ja. Druk, hè, met het WK. Ja. Hè? Jij bent zeker lekker veel de agenda voor. Nou, twee. Nu, dus jullie zijn de laatste dan. Ik heb er net eentje gehad. En, nee, ja. Maar ik bedoel, nadat je bij ons bent gekomen, lekker je agenda vol voor de promos. Ik ben niet uitgezonden. Nee? Oh. Hij gaat vertellen dat hij weet over 2 minuten. Ja, daar is hij hoor. Daar begrijp ik nou niks van. Nee, ja. Jongen! Jongen, hoe is het jongen? Ja, goed. Ja? Zeker. Ja? Ben je vrij? Wat zeg je? Ben je vrij? Ik ben vrij, kijk, ik ben bier ook. Lekker, 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 lekker. Nou, dan heb ik precies tijd voor een... heb je al drinken? Het is toch Costa die hier contact maakt met de vrijheid. Sillissen komt net te kort, gaat wel naar de koelhoek. Hij heeft dus de schutter wel goed begrepen. Komt net te kort. Je ziet de glijden, de vrij glijden. Costa daar zijn voet op zetten, hij wordt gaten. Vanuit de positie van de scheidsrechter dichterop. Kun je je toch voorstellen dat hij een overtreding ziet, maar overtreding was. Het heeft niet veel zin om er lang bij stil te staan. Het is zoals het is, het is 1-0. En Spanje kreeg te veel gelegenheid al in de eerste half uur. 3 keer om de gevaar te stichten. Echt diep in het Nederlandse strafschopgebied. Vlaag op de tijd 2 keer. De vrij de derde keer in de ogen van de scheidsrechter uit Italië ten koste van de penalty. Maar voor overigens geen kaart is toegekend aan Stefan de Vrij. De Spanjaarden hebben wat ze willen hebben. Hebben een doelpunt, hebben een voorsprong. Al is Scamaria geweest, Iniesta. Azpilicueta. De loopactie van Da Costa geeft ruimte aan Azpilicueta om het in het midden te zoeken bij Silva. Daar kwam alweer Jordi Alba. De linksback die eigenlijk geen linksback kunt noemen. En kijk hem hier eens op, Jordi Alba. Ja, die Spanjaarden hebben natuurlijk een enorm dit seizoen achter de rug. Maar Jordi Alba niet zo. Die heeft maar 30 wedstrijden gespeeld. Veel van de anderen, 60 of meer. Alba is geblesseerd geweest in tijd. Dat is nu een zegen voor hem. Gespeeld aan. Waar moet hij naartoe? Op zoek naar een aanspeelpunt. De volgende, de jongen. Rechterkant, daar is het over. Jan Maat. Voor de 2e keer diep op de andere helft. Daar is het van de best. Zou er maar van vlag. Stilzitten toch, ben je geneigd te zeggen, goed gekiept, want je zat er heel dichtbij. Goed gereageerd, zei je. Terwijl de Spanjaard nog juichen. Kom maar kijken of deze aanval er op heeft. Voor Persie, Jan Maat. Zij er voor de goal, ook is het voor Persie. En de voorzitter komt niet door. De vijfde. Jan Maat. Hier is er aan. Achterop, niemand. Rob, we gaan de eerste paal.
Blindstok van de West. Meer smaak op aarde niet. De Jong. Nederland heeft nog een uur om iets terug te doen. Want er moet iets worden teruggedaan. Er moet worden gescoord voor een resultaat. Dat weten we nu vroeg genoeg. Er is een kans geweest voor Sneijder. Het is één keer gelukt. Kijk op de glip. Dan is het de Spanjaard naar binnen gaan aandringen nu, dat de bomber even gestild is. Goed gedaan, hoor. Blind, vloppen, en een hapje naar de andere. En de Zijnse kopen zit. Blind, vloppen, dat is even vers. Je kunt er wel 10 miljoen gaan betalen in een jaar, wat ze wel helemaal niet doen, is ze van harte gegund. Maar daar hoort je niet mee te spelen. Zo af en toe laat je toch die steek vallen. Waar zorg maar van Persie waar het kunnen profiteren. Ja, soms zou je zo'n voorzienende blik kunnen hebben. Dat je van tevoren weet. Zij er wel kwijt. Want terug. Blind, wat is in? Toppertje. Robben. Knap dat Robben die bal kan aannemen, maar wat kun je er nu in die hoek mee doen? Anders dan dit de bal overhouden. Mooi stadion, hè? Ja, goals. Ze zijn niet makkelijk gemaakt in de drie oefenwedstrijden op weg hier naartoe. Tegen Ecuador eentje. Eentje tegen Ghana, twee tegen Wales met pijn en moeite. Verre ingooi van Robben. Gekopt. Piqué opgevangen. Deli Blind. Wat kwijt aan Silva. Xavi ingreep Vla. Nederland nu met 10 man op de helft van Spanje. En Spanje met alle 11 terug. Alleen Costa blijft wat er voorin hangen. Door de benen. Van Xavi. Kun een stukje op zich van Sneijder. De Vrij. De Guzman wilde de bal. Krijgt hem niet. Vlaar. Nu alsnog. De Guzman. Ja, nu zijn ze allemaal terug. Van Spanje. Nu zijn weer ruimte. Robben. De Guzman. Achterin is Blind. Laat de bal gaan voor Sneijder. Nigel de Jong. Eén doelpunt gemaakt voor Oranje. Is dit zijn tweede? Nee. Ja, Casillas. Die zal er zijn die doorlaten. Iniesta. Goed gedaan van Andres Iniesta, maar dan toch een balverlies. Maar Zindi wordt geblokkeerd. Scheidsrechter had al gefloten. Een Spaans voordeel. Ja, shirtje trekken. Maakt het zin. Het 15-2 komt nog niet uit de verf, zoals Van Gaal dat van oben zal staan. De drie centrumverdedigers hebben toch te veel kansen al toegelaten aan de Spanjaarden. Twee keer op vlaag corrigeren. De Vrij was te laat. Hier, dit is goed. Van Persen. Geen buitenspel, toch buitenspel. Lang gewacht met vlaggen. Dan de Grijns. Was het dan?
Wacht, ja, je kunt die lijn tekenen. Dit is zo miniem. Centimeter werk. Ik waag te betwijfelen of dit wel buitenspel was. Onze drie man in het centrum hebben het moeilijk. Daar is weer Costa weg, maar de bal bereikt hem niet. Die drie man hebben het moeilijk en de backs, Jan Maat en Blind, kunnen zich nog te weinig laten gelden vooruit. Overtreding van de Guzman. Op de reef van Alonso. Ja? En dan de oude voetbal. Zo vervelend voor de Spanjaard. De Guzman gehakt in het voetballeven in Spanje en in Engeland. Ja? Xavi. En kwam voor Costa terug. Silva. Xavi. Alonso. Veel balbezit. Kort spel. Dat Spanje zoveel gebracht heeft. Iniesta. Combinatie met Silva. Busquets, Xavi. Silva. Veel beweging bij de Spanjaarden voorin. Silva penetreert wat van rechts naar links. Geven weinig goals toe, Spanje. De laatste drie eindrondes. Twee keer een Europees kampioenschap, één keer een wereldkampioenschap. In totaal 6 doelpunten tegen. Zwitserland scoorde tegen Spanje in Zuid-Afrika. En won het eerste duel. Wat mede bijdroeg tot het verhaal van ja, die Spanjaarden die beginnen vaak slecht aan het toernooi. Hé, hey, Lotje! Spanje interesseerde nog een goal in de voorrondes tegen Chili. Ja, in Zuid-Afrika, maar verder niet. Zag er ook. Casillas heeft in de Copa del Rey en de Champions League dit seizoen 29 wedstrijden gespeeld. Eén keer in de competitie. 20 keer voor doelschoten gehaald. Weer aan de Spanje voor de grensrechter van Robben. En is dat zo? Robben vindt van niet en ik ben toch geneigd hem gelijk te geven. Vaak wordt je waarneming dan gelogen slag als je hem terugziet. Hij is leuk. Ja. En ja, het is hier inderdaad toch wel het spel. Die ene stap. De grensrechter heeft gelijk. Dat is jammer. Maar dit is wel de manier om er door te komen. Iniesta, Costa, Busquets, het is vooral spelen zonder bal, wat Sneijder doet, je wil hem vaker aan de bal zien. Hij moet het zijn die Van Persie en Robben kan bedienen. Robben is zichtbaar in het eerste deel van de wedstrijd, Sneijder met die kans, Van Persie gering aandeel nog maar. Costa. Hey joh, die Spanjaard die gaan altijd zo. We moeten nu melden, de Vrij. Oh, jankenballen zijn er. Ontsprong de dans bij de penalty. Oh, echt hè? Jankenballen. Maar nu niet. Echt. Alsnog het geel nu voor de Vrij. Maar goed dat hij net niet kreeg. Costa weg. Daar de spel toch ook. Ja, hij wordt zo lang gewacht met vlaggen. Pas totdat Costa aan de bal komt. Wat moet ik doen? Ja,
Jij op mijn mond. Stijn. Jouw naam. Blind van Persie. Nederland houdt de bal over. Ja. Het is al wat. Het is eigenlijk wonderlijk dat die Costa in dit elftal toch een soort van vehikel is. Maar dat hij toch zo zijn stempel al gedrukt heeft. Kans gekregen. De tweede kans die tot de penalty leidde. En hij is daarmee toch een heertje. Ja, het is gewoon weer omgekocht. Ik zie dat al weer. Rotter met die penalty. Rotter. Hé hey, jongen, die Spanjaarden, dat zijn maar die janken man. Echt, die kunnen zo goed. Ike. Echt. Ja. Alba. Alonso. Ja, Iniesta. Die moet ook wel gaan liggen, huppa. Spanjaarden vinden het heerlijk. 1-0. Ze hebben de bal. Als je de bal hebt, dan kun je niet leiden. Met de lange einde bedoel ik. Iniesta, wat een prachtige paas van Iniesta. En daar komt hij, Silva. Sinsen komt hier toe, want die redt hier. Water. Door het oog van de naald. Je kunt niet anders zeggen dan applaus voor deze paas van Iniesta. En dan gaan we met al die verdedigers. Dan staan we op kansloos met al die verdedigers. Sinsen, behoed ons. Vlaag was al geprezen, nu Sinsen zijn geprezen. Je kunt niet blijven wijzen naar Jan van Zijden. Je moet vaststellen dat het maar 1-0 staat op dit moment. Spanjaarden hadden meer kunnen uitlichten. Maar 1-0 is nog wel een kans om er toch wat van te maken. Pas hier kwijt. Kom eens even blind. En dan worden we Nederland. Ja, Brazilië kreeg hier ook niet op wisselen. Dat zie je ons wel weten. Dat is het beste bal. Zo,
zeer geliefd bij UEFA en FIFA. Maar helemaal niet onbevallen.